Oké, mevrouw, stel, er is een waternoodramp. Als u, u mag één ding meenemen, wat zou u meenemen? Ik denk dat ik het eerste mijn sleutels van mijn huis meeneem. Ja. En mijn jas. Mijn ouders en mijn hond. Telefoon. Telefoon. Waarom vind je dat het belangrijkst? Dan kan ik YouTube kijken. Ik denk mijn konijn en mijn gezin. De meest kostbare foto, dus die zou ik meenemen. Stel, er is een waternoodramp. Waar zou jij naartoe gaan? Waar zou je je veilig voelen? Een ander land. Welk ander land? Engels, want ik kan Engels en het is dichtbij. Nou, een half uur. Heeft u iets in de gedachten? Nou, eerst naar de zolder van het huis. En dan verder kijken. Ja, wij zijn gewoon naar de zolder gevlucht. Ja. Ja, we hebben vrij grote zolder. Dat was hoog genoeg. Ja. Stel, het water is uiteindelijk gezakt en nu kunt u weer naar huis. Dat is het eerste wat u doet. Nou, dankbaar zijn, denk ik, dat we het overleefd hebben. Teruggaan? Gewoon in Engeland blijven. Gewoon in Engeland blijven, je wilt niet naar huis? Nee, omdat dan ben ik al gewend aan de cultuur. Nou, we hebben veel mensen geïnterviewd over wat zij belangrijkst vinden en waar ze naartoe zouden vluchten. Veel mensen gaan verschillende antwoorden. Je ziet vooral dat de jonge generatie meer aan hun mobiel denkt. En dat de wat oudere generatie denkt wat meer aan herinneringen die niet, die eigenlijk geen waarde hebben, die niet vervangbaar zijn. Dus we moeten hopen dat er niet nog een waterwaterramp gebeurt, want anders wordt het heel lastig.